Dames 25 jaar en ouder en er zitten nog een paar hele sterke rijders bij hoor. Wat te denken van Priscilla ten Bosche, de hele dag al niet getroffen en nu ook gaat zij aan de leiding. En ze krijgt natuurlijk Suzanne Rijming en natuurlijk ook Kim Brinkman met zich mee. Ho, valpartij aan de binnenkant van een van die dames uit de ommelier. En dat zou dan zomaar Janine Kelder kunnen zijn. Zij is dan even weg hoor, want Sentia Waaijenberg zit er namelijk op die vierde positie. De vrouw die natuurlijk het regiofeest hier in Ommen regelt en daar kunt u ook wel aanmelden natuurlijk, de 28e. Dan kunt u ook eens zien hoe Sentia eruit ziet, zonder crossbroek, maar met gewone normale kleren. We gaan natuurlijk ook kijken naar Priscilla ten Bosche, want zij gaat nog steeds aan de leiding. Daarachter is het veel spannender hoor, want dan zien we een aanval komen. Suzanne Rijming komt daar langs zij en schuift daar door naar positie nummer 2. Kim Breekman wordt terugverwezen naar die, of komt er weer een aanval terug hoor? Ja hoor, zeker weten, toch net iets technischer is het. Breekman die terug.